Het is zaterdag en ik ga een van mijn hobby's uitoefenen vandaag. Namelijk het shoppen van interieur. Want ik had gewoon zin in iets nieuws in mijn kamer. Zo ziet er op dit moment uit. Ik wil namelijk heel graag een nieuw rekje voor mijn badjas. Die is nu zwart. Dat past heel erg leuk bij dit wandrek. Vind ik ook niks mis mee, maar ik wilde gewoon wat nieuws. Nu stuurde mijn moeder vanochtend dit ding door. Namelijk een wandrekje in het goud. Waar je dus ook nog accessoires op kan zetten. En dat vind ik dus echt heel erg leuk. Ik ben zelf niet vies van accessoires. Hier heb ik bijvoorbeeld op mijn bureau dingetjes staan. En mijn nachtkastje. En eigenlijk alles is van tof. 14. En daar ga ik dus nu ook naartoe. Maar ik ga natuurlijk niet alleen voor dat wandrekje. Want er moet natuurlijk ook wat op. Dus nou ja, gewoon eigenlijk een verkapt excuus om nog meer spulletjes te kopen. Maar ik heb er wel helemaal zin in. Want hoe leuk is het om dan weer net even een nieuwe look te geven aan je kamer. Ik ben heel erg benieuwd hoe die überhaupt staat. Geen idee hoe groot die is. Gaat allemaal zien daar. Moet vast wel passen. Ik heb weer eens in een tijd sneakers aan. Deze zijn echt heel leuk van New Balance. Ja, ik draag gewoon vaker hakken omdat ik dat leuker vind staan onder een outfit. Maar nu, want ik heb nu dit aan, vind ik het wel tof om het af te stijlen met een sneakertje in plaats van een hak. Deze is van Naked. De trui is van Coco Cashmere. Broek is van Naked. En off we go. Ik wist dat het een rotzooi is, maar het is meer voor beeld. Even hiernaar gaan kijken. Iets nieuws ervoor te vinden. Hier staan normaal gesproken quiz- en studieboeken op. Maar dat gaan we dus veranderen. Wat wil je dan? Ja, dan moet even kijken wat we gaan doen. Misschien is het leuk om hier dan zo'n grote vaas neer te zetten. En dan misschien iets van een leuk lijstje met mij erin. Dat is altijd goed. En nou ja, dit moet natuurlijk wel van me weggedacht worden. Maar je kan op zich nog wel een paar schoolboeken op elkaar zetten. Want dat is wel leuk qua kleur. Dat is meer voor accessoires. Oké, gaan we ook voor kijken. Nou, ik kan mezelf niet eens zien. Maar je kan niet zeggen dat ik geen glow make-up op heb. Ik hou hier echt van. Het is allemaal van die skincare producten die ik heb uitgeprobeerd. Dus je weet dat ik de volgende keer dat het wat meer moet gaan afpoederen. Maar goed, hè? Een glowy gezicht wil iedereen, dus iets te veel mag ook. Wat een heerlijk zonnetje. Vanochtend was het echt heel grauw, maar nu is het echt heerlijk weer. We zijn aangekomen. Kijk nou hoe leuk het allemaal is. Deze hoek had ik de vorige keer gebruikt toen ik Dirk zijn kamer ging make-overen. Toen had ik onder andere dit vaasje gekocht. Het hele leuke kleedje hieronder. Het ligt nu onder zijn bed. En dit kussen ligt nu op zijn bed. Het is allemaal zo leuk. Kijk, dit vinden we beide leuk. Kan dus ook bij blauw, dus bij kwiezenkamer, maar ook bij mij. Ja, dit is natuurlijk helemaal mijn kleur. Maar ik vind dit dus ook heel leuk met dat contrast met dat donkerblauw op zijn muur. Je kan er bijvoorbeeld ook droogbloempjes in doen of zo. Zeker. Of gewoon zo, dat kan natuurlijk ook. Wie kan deze net tegen? Nou, dit past toch helemaal perfect. En deze vinden we ook tof. Moeten we even kijken of dit leuk is bij elkaar. Qua hoogte vind ik het wel tof. Oeh, dit is trouwens ook leuk, Kwie. Kijk hier. Zo'n nacho schaal. Nou, dit vind ik toch tof. Stel je doet een etentje. Dan heb je allemaal van dit soort verschillende borden bij elkaar. Bijvoorbeeld die roze en een soort goud. En dan krijg je toch spontaan zin om te koken. Dit is een beetje een overview van de winkel. Je hebt dus allemaal van die soort stijlstudio's. Met dus een bank en hoe dat er een beetje allemaal gesteld is. En daarnaast is allemaal accessoires van deze tafels. Dus nu staan we een beetje bij het eetgerei. En hier heb je dan wat meer echt... die je bijvoorbeeld kasten kan neerzetten. We hebben even onze eigen stijlstudio gemaakt. Wij vinden dit dus echt heel leuk bij elkaar matchen. En ik vind voor het contrast dit al heel tof. Nu wil ik alleen nog iets met een kaars, want daar hou ik het wel van. Maar we hebben iets met relief. En dit is dus gewoon basic, maar misschien dat ik het helemaal wat te sierlijk vind. Dat we het iets stoerder moeten maken, maar ik moet nog even de winkel rond hiervoor. Kijk, dit is het wandrekje waar ik het over had. Ik heb er even wat leuke dingetjes opgezet, maar hoe leuk! Is gelijk weer even wat extra's en dan komt hier dan mijn badjas aan. Ik zeg niks meer aan doen. We zijn thuisgekomen met 2 tassen vol. En ik vind het zo lekker om daar te shoppen, want je slaagt eigenlijk altijd. En die mensen die daar werken, die helpen je ook heel fijn. Dus mocht je nog interieur willen shoppen, het is er eigenlijk best wel betaalbaar. Dan moet je even naar 12-14. Echt een aanrader. Bijna al mijn spulletjes, alle decoratie die je ziet in mijn kamer is daarvan. Dit is een item voor Quirijn zijn kamer. Deze geweldige fles in dus een hele aanwezige kleur. Maar ik denk een heel goed contrast met de blauwe muur. Dan hebben we een pot voor mijn kamer. Deze, ik vind dit echt heel tof met de kleur van mijn kamer. Geeft weer heel veel warmte. Dit is wel leuk om te vertellen. Die tegeltjes die je dus straks gaat zien, die maak ik ze dus zelf. Dus je hebt hier een houder en dus het zelfgemaakte tegeltje. Een schattige kaars. Zo cute, want hier zitten dus blauw en gele droogbloempjes in. Matcht natuurlijk weer met alle producten die ik heb gekocht van mijn broer. Mijn lievelingsitem voor mijn broerskamer. Deze kaarsen standaard, waar ik dus dit, oh, andersom, dit kaarsje in ga doen. En deze nieuwe plant met pot. Nou, je kan wel zien, we zijn geslaagd. Ik moet dan zo. En weet je wat ik dus dacht? Misschien dat we deze nog kunnen lakken. Dat hij wat meer jouw kleur wordt. Oh, dat kan. Oké. Kijk hoe dit het mooiste is. Ik denk dat het zo heel leuk is. Oh, dit staat echt wel heel cute. En dan met dit leuk zo. Die boeken hier. Misschien dat je nog een wat kleiner boekje op kan doen. Zodat het niet allemaal zo recht is. Dan heb je een heel nieuw kamertje, Kwie. Nou, mijn broer gaat even tonen hoe dat er dan uitziet. Het ziet er echt leuk uit. Ja, ik vind het dan tof dat hier in de spiegeltjes dan wat goud zit. Want dan weer terug in die hanger. En dan het zwarte gaat natuurlijk weggehaald worden. Leuk, hoor. Wat vind jij, Kwie? Ja, staat goed. En leuke dingen erop. Oeh,
zin in. Het kopen van de nieuwe interieurspullen heeft ervoor gezorgd dat ik ook weer mijn kamer weer aan het herorganiseren ben. Ik wil gewoon alles weer even op een nieuwe plek. Of in ieder geval kijken, vind ik het nog leuk? Of hangt het hier echt al een jaar en heb ik gewoon hier naar omgekeken? En denk ik nu echt, het is tijd om te gaan. Dus ik ben allemaal nieuwe hoekjes aan het maken. Ik vind het helemaal leuk. Ik kom er weer achter dat ik eigenlijk heel veel... Ik heb bijvoorbeeld net deze kerstdecoratie, is het eigenlijk, voor de boom van mijn rek gehaald bijvoorbeeld. Dat hangt er al een hele lange tijd, dus ja, ik dacht gewoon tijd voor iets nieuws. Kijk, nu is het gewoon wat rustiger, want op deze hoekjes, dus hier en daar hingen dus van die decoratiedingen. Ik vind dit dus eigenlijk wat rustiger, maar misschien dat ik ook nog wel dit dingetje ga veranderen, want ik heb nog volgens mij ergens posters liggen. Geen idee waar. Nu als ik dan weer naar dit hoekje kijk, denk ik, ja, ik wil eigenlijk ook allemaal nieuwe foto's hierin. Ik heb dit denk ik echt al 3 jaar hangen zo. Dus ik ga denk ik maar even op zoek naar nieuwe posters. Ook heb ik dit hoekje even veranderd. Ik had namelijk hier al mijn schoolboeken staan. Nu gebruik ik die boeken niet meer, dus ik ga even kijken of ik die ergens anders kan dumpen. Ik zou het leuker vinden als het er nu dus zo mag bijstaan. In plaats van dat elke keer die afgrijzelijke schoolboeken daar moeten staan. En zo kan ik er uren mee zoet zijn. Dus ik heb eenmaal weer even de smaak te pakken om even mijn kamer onder handen te nemen. Ik wil namelijk nog een room toen we gaan filmen op TikTok en YouTube. En dan wil ik natuurlijk wel dat er nog een beetje wat veranderingen te zien is. En daarnaast dat ik ook weer een beetje mijn eigen kamer onder heb genomen. Want ja, roomtour maak je pas echt als je tevreden bent met elk stukje van je kamer. Mijn vader is net thuis. Hallo pap. Hallo schat. En ik heb hem gelijk maar even aan het werk gezet. Want ik wil graag als ik iets nieuws zet gelijk ook opgehangen hebben. Dus we gaan kijken of het in één keertje lukt. Ik ben heel benieuwd. We moeten eventjes gaan kijken hoe hoog we hem willen hebben. Dat vind ik nog wel even een lastig ding trouwens. Oh, ik heb het helemaal niet gefilmd. Nee, dat gaan we zo nog een keer over. Mam, ik heb jouw hele advies niet gefilmd. Wat vind je ervan? Ik had niet op de aanknop gedrukt. Maar je zei net dat je het mooi vond. Ja, het is mooi. En de hoogte is ook goed. We zijn namelijk nu aan het meten hoe hoog die moet komen. Want ik wilde graag een vaasje opzetten. Het moet natuurlijk niet raar eruit zien. Maar ja, daarvoor heb je mama die dan even haar interieuroog. Ja, precies. Even, ja. Als het als nee, gaat houdt. Nee, maar het is leuk. Het is echt een mooi, verfijnd... Ja. Jongens, de klustip voor mijn vader. Hij wil dat graag even op beeld. De klustip is, ik heb een tapeje aangebracht. Dat is hier. Dat gele tapeje. Dat bepaalt de diepte dat je gaat boren. Mm. En dat past dan precies de plug. En hoe weet je dan dat het precies zo moet zijn? Ja, nou, dan pak je de plug. Oh, en ja. En die hebben we hier. En die. Ik dacht al, heb jij nou helemaal uitgerekend hoe dik die muur is? Maar het is gewoon de plug. Ja, ik mag niet dikker dan 10 centimeter boren, want dan zit ik bij de... Bij Quirijn. Bij Quirijn, hè? Dat is niks. Nou, oké, okay, jongens, dat zijn weer mooie tips, hè? Tipje. Doe ermee wat je wil. Hij hangt. We gaan checken. En? Nou, dan gaat nu het zwarte ding eraf. Hij is al heel mooi. Ik vind het nu al top. We komen er nu achter dat plankje, dat zwarte plankje van net. Dat hebben we dus... opgehangen over andere gaatjes heen. Maar wat hing daar toen? Eén knopje? Eén knopje, ja. Dus toen hadden we al bedacht, nou dan moeten we op diezelfde hoogte verder gaan. Nee, dat kon helaas niet met dit rek. Dus we gaan even kijken hoe we dit weer... Dit gaan we weer verstoppen. Hoe geweldig. Ik heb er even een tas aan opgehangen, want die matcht leuk met de kleuren. Ja, ik ben heel blij met dit hoekje. We hebben net gegeten en ik ben mijn skincarebak aan het uitzoeken. Ik heb gewoon echt heel veel fijne producten, maar het zit allemaal gewoon niet echt lekker in deze bak. Ik kom ook het hele zwaddere doosje tegen. Hier zitten eigenlijk gewoon alle elastiekjes die ik vroeger gebruikte voor van die kleine staartjes. Er zit helemaal geen rek meer in, maar ik bedenk me nu dat ik dit gewoon heet het bewaard en eigenlijk dus nooit gebruik. Dus ik denk dat ik het doosje wel ga bewaren, maar elastiekjes eruit haal. En ik denk dat ik nog wel meer van dit soort dingen tegen ga komen, want ik vind weggooien best wel lastig. Maar als ik eenmaal goed op dreef ben, dan gaat het heel erg goed. Dus ik ga nog 1 keer deze hele bak rond. Oké, het is allemaal opgeruimd. Ik heb nu deze bak. Hier zitten eigenlijk al mijn gezichtsproducten in. Concealers en afpoeder. Hier heb ik mijn foundation en setting spray. Hier al mijn liquid blushes en highlighters en zo. Dit zijn allemaal poederproducten. En hier zie je vooral, nou ja, bronzers. Blushes zitten hierin. Setting sprays. Wenkbrauwproducten. De volgende la, daar zitten meer mijn oogproducten en lipproducten in. Zoals je ziet, hier bijvoorbeeld ook allemaal liners liggen. Nou, mijn verzorgingsla is er ook al vooruit gegaan. Het is allemaal nu even wat meer georganiseerd en alles past nu. In plaats van dat ik het heel hard dichtduw en hoop dat het gaat. Deze bak was al aardig leeg. Die blijft ook lekker leeg. En hier heb ik al mijn toilettasjes. En ik heb hier mijn minispiegeltjes toegevoegd. Dus dat is ook lekker opgeruimd. Ik schoof net de achterste bak van onder mijn bed vandaan. Want ik was heel erg benieuwd wat erin zat. Maar dit lag er dus bovenop. Dit is een poster die we hebben gemaakt voor ons PBS. Het had over de taalontwikkeling van kinderen. En hebben we hier allemaal foto's geplakt die erbij pasten. Leuk gehandletterd. Dan heb ik altijd een beetje dat ik nu denk, ga ik dit bewaren? Of ga ik toch de prullenbak zien? Ik weet het nog niet. Ik heb net mijn hele washi tape box even. Nou ja, je hoort het al. Een hele onhandige lipgloss laden. Dacht, als ik nou deze in dit gooi en hier mijn washi tapejes in doe.
Misschien werkt het. Misschien is het wel heel handig. Gelijk een tip bij die onhandige verpakkingen. Als je ze dus gekruist neerlegt, dan past ze er meer in. Dus elke keer als je dus eerst zo op neergelegd, draai je de volgende om. Zodat hij dus eigenlijk in een buikje valt. Et voilà. Nou, nu past het allemaal gewoon. En nu kan ik het ook beter vinden, want alles ligt gewoon op zijn merkje. Helemaal blij mee. Ik hoop dat nog de deksel erop past. Nu ga ik in ieder geval in dit pakje al mijn washi-tapejes doen. En ik verwacht wel dat dat moet passen. Nu kan eindelijk een keer deze deksel erop. Had ik echt veel eerder moeten doen dit. Maar goed, het doet wel satisfying uit dat het helemaal zo netjes nog erin ligt. Zo, mijn kamertje is bijna helemaal opgeruimd. Je denkt nu echt, ja, er staan toch allemaal spullen nog op de grond en hier op je bureau. Maar het is voornamelijk in de kastjes. En daar heb ik echt wel wat spullen uitgehaald. Ik ben helemaal tevreden. Morgen gaan we hopelijk deze gaatjes dicht of in ieder geval andere haakjes ophangen. Zodat de badjas niet hier op deze haakjes hangt. Maar strakjes hier gaat hangen. En ik dacht er nog aan om misschien deze hoed ook nog hier op te hangen. Dus dat die bijvoorbeeld ook op zo'n haakje komt en dan zo uitziet. Hier ook een paar blazers die ik misschien naar boven wil brengen. Een blazer die ik naar beneden wil halen, zodat het wat meer op kleur is. Dus er is nog voldoende te doen, maar het is nu bijna 11:00. Dus ik ga douchen en hier me niet meer druk om maken. Het is de volgende dag en het kamermake-over proces is nog niet klaar. Want ik heb namelijk gedacht om mijn lijsten die je achter mij ziet opnieuw te gaan invullen. En ik heb eventjes achter de computer gezeten met de juiste, nou ja, samenstelling. En ik denk dat het wel leuk is geworden. Dus ik laat je het even zien. Dit gaat het worden. Dit is de grootste. En die komt daar te hangen. En er komt een nieuwe opstelling met 3 grote posters onder en 3 kleine posters boven. Deze poster wil ik graag daar. En ik vind het echt heel erg leuk bij elkaar staan. Ik denk echt dat het heel erg leuk gaat worden. Dus die poster is in ieder geval besteld. En ik kan niet wachten tot het binnen is. Nu zat ik ook te denken of ik nieuwe spiegels zou willen. Ja, ik sla helemaal door. Maar ik vind het gewoon zo leuk dat ik nu weer eventjes een frisse wind in mijn kamer doe. Want ik heb deze kamer denk ik echt al 2 jaar hetzelfde. En dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Maar ik hou gewoon heel erg van verandering. En zeker ook omdat mijn kamer natuurlijk deels ook mijn plek is waar ik het meeste dingen opneem. Is het wel eens even goed om weer even nieuwe dingen in mijn kamer te hebben. Dat wat meer eenheid ontstaat. Dus ik ga denk ik ook nog even wat spiegels bestellen. Of we gaan zo nog even naar de winkel. Ik hoop het laatste. En ik ben heel benieuwd waar we mee gaan komen. De drang om op te ruimen, dat hebben mijn ouders overgenomen. Want Quirijn en mama die zijn bezig met het opruimen van deze kast. Ja, het was ook echt hoog nodig moet ik zeggen. Maar er komt zoveel uit. Dat is niet normaal. Dus we gaan, gaan even kijken wat er allemaal uit kan. En alles weer even netjes op zijn plek zetten. Kijk, weet je wat we nou weer tegenkomen van die spulletjes die we dus dan wel hebben, maar nooit hebben gebruikt. Oh, dat is helemaal uit jullie jaartal. Wie weet meest van de jaren 80. Ja. Nou, ik denk echt dat ik deze... Hier ben goed in, denk ik. Oh, nou. Nee, dat het is al, dat is al verteerd. Ja, dat... Kijk, dit is nog wel leuk. Gebruik je nooit, maar we hebben het wel. Nou, jij hebt daar een tijd lang ik mee... Ik heb boven nog liggen. Ja. Iemand bewaart heeft wat, hè, jongens. Kan je voor doorgaan als Astrid. Ik heb wat gevonden, jongens. Onze verzameling die kort heeft geduurd van de Efteling. Dit zijn allemaal van die... Ja, het zijn dit van die pins die je kan sparen, maar wel moet kopen. Dat ze dit nog hebben. Nou, we zijn aardig ver, zoals je ziet, want de kast is helemaal leeg. Hier liggen nu alle spelletjes. Dit zijn allemaal zakken die al weggaan. En er moet ook nog best wel veel terug in de kast, maar goed. Alles hebben we kritisch bekeken. Volgens mij is het allemaal wel goed. Merendeels toch spelletjes en dat gebruik ik toch best wel vaak. Dus nou ja, deze kast gaat weer helemaal vol. Project mijn kledingkast meer op kleur laten hangen. Ik ben druk bezig met überhaupt kijken van welke kleuren bij elkaar matchen. Want eerst had ik zwart in mijn kast hangen. Maar ik heb heel veel beige broeken ook boven hangen. Dus ik dacht, weet je wat? Als ik gewoon al die zwarte broeken eruit haal, misschien staat dat rustiger. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ben nu alles op kleur aan het hangen. Want ik denk dat het mooi staat, maar... Moet ik nog even schuiven. Zo ziet het er nu uit. Ja, ik heb geen alleen maar plain broeken. Ik heb natuurlijk ook wel wat print. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga oplossen. Voor nu ziet het er dus nu zo uit. En hier liggen alle zwarte broeken die ik uit de kast heb gehaald. Die ga ik allemaal weer naar boven bonjouren. Ik heb hier ook nog een spijkerbroek. Die is wat donkerder dan de spijkerbroek die ik daar heb hangen. Maar ik weet dat ik een spijkerbroek heb besteld die wat lichter is. Ik denk dat ik hem toch ertussen ga hangen. Als die spijkerbroek dan past die ik heb gekocht... Kan ik die dan samen op één hanger hangen. Het hangt er nu zo bij. Ik denk dat ik hier wel blij mee ben. Het
Dus een beetje kleur, vooral namelijk deze kant. Die vind ik het mooist. Beetje bij elkaar geraapt zootje, maar ja, dat kan niet anders. Dus ik hou het hierop. Ik heb net deze te leuke spiegel bij de Xenos gevonden voor 40 euro. En ik kwam deze foto's dus tegen op Instagram. En toen dacht ik echt, dit is nou echt een spiegel voor boven mijn make-up tafel. Deze gaat vervangen dan worden. Hij is van de IKEA en ik vind hem heel erg tof. Alleen ik denk dat het chiquer is als het dus ook een gouden spiegel wordt. En zeker met dan zo'n ronde bovenkant en dat hij aan de onderkant recht loopt. Dat lijkt me heel gaaf. Ik ben nu al helemaal excited als alles binnenkomt. Volgende week denk ik donderdag of vrijdag komt alles binnen. Dus dan ga ik ook weer een dagvlog maken. En dan laat ik jullie zien hoe ik alles afstijl. Maar in mijn hoofd klopt het in ieder geval nu. En ik denk echt dat het mega gaaf wordt. Dus oh, stay tuned voor dat. Ik heb net deze badjas besteld van Josh V. Even kijken of ik nog een beetje kan inzoomen. Yes, kijk, hier zie je een beetje het relief wat er dus op zit. Deze krijg ik van mijn ouders en ik vind het echt zo leuk. Nu wordt dat hoekje hier helemaal compleet. Zo, ik ga deze dagvlog die uiteindelijk 2 dagen is geworden afsluiten. Ik ga nog even in bed op zoek naar woondecoratie, maar ik moet echt gaan kappen met nieuwe dingetjes kopen. Goed, in de volgende dagvlog ga je zien hoe ik alles ga afstijlen. Dus daar heb ik mega veel zin in. Tot de volgende. Doeg!